Nou, in mijn studio. Ja, het ziet er wel te ik zie, ik zie zoveel uh, toffe... Inst ik zie volgens mij ergens drums, ik zie een, een keyboard, ik zie een microfoon. Het ziet eruit als dus een goede studio. Ja, het is gewoon uh, ja, mijn uh, plek. Ja, het is heerlijk. Is dit dan de plek waar je afgelopen jaar elke dag een klein beetje gespendeerd hebt? Ja, dus uh, vier dagen in de week. Ik ben gewoon een 9-to-5-vader. Uh, ja, en dan, dan, uh, dan komt daar heel veel muziek uit, lijkt me. Want vorig jaar is er best wel, het is best wel moois uitgekomen. Uh, zeker, ik heb uh, vorig jaar vooral mijn album geschreven, wat in april uitkomt. Ik ben ook op reis geweest met mijn familie en dat soort zaken. Dus uh, ja, ik had al een soort year-off eigenlijk bedacht in mijn hoofd. En uh, dus toen kwam de grote corona. En uh, ja, dus dat was voor mij eigenlijk. Uh, kon niet beter, kon niet beter op een betere timing. Dat is, wel, dat is wel interessant, inderdaad. Dat is een soort van, uh, je, je hebt gewoon hard gewerkt naar wat je in 2021 kunt laten zien. Ja, precies. Dus, dus nu uh, begin ik wel, nog niet hoor, maar zal ik wel beginnen te merken uh, ja, dat het jammer is dat je, dat je niet nu je kan gaan toeren en dergelijke natuurlijk. Ja. Ja, want, want zeker, het is nu EuroSonic. En, en als er één man is uit Nederland die zichzelf aan de hele wereld moet laten zien, dan ben jij het volgens mij. Zeker met alle samenwerkingen. Amerika ligt klaar voor je. Ja, ja dat is uh, zeker, zeker. En uh, dus bij de vorige plaat ook al gewoon wel de hele, hele wereld rondgevoerd. Ja. En daar had ik natuurlijk weer ontzettend veel zin in. Uh, we'll see. Het staat nu allemaal een beetje gepland voor het eind van het jaar. Met potlood, dus uh, ik weet het niet. Volgens mij is het meest gehoorde woord bij artiesten tegenwoordig potlood agenda. Oh ja, ja. Dan <laughs> ja, toch nog een klein beetje invullen. Maar uh, de laatste ja. track die je hebt uitgebracht, het fantastische roll-up, was samen met Mac De Marco. Is is samenwerken met artiesten nu ook makkelijker? Nu toch iedereen thuis zit en het kan allemaal digitaal? Uh, nou, dit was voor corona hoor dat ik het met hem had gedaan. Dus. Uh... Yeah. Ik heb er nog niks van gemerkt. Ik heb een paar Zoom-schrijfsessies gedaan en dat vind ik echt vreselijk. Ja, ik kan me dat zelfs... zo <laughs> voorstellen, ja. Oh, nee, het is, het, is, het is helemaal niks. Dus uh, uh, liever, liever weer uh, corona weg. Ja, ja het is, ik, ik kan niet wachten dat we je eindelijk weer live kunnen zien. De laatste keer dat ik je heb gezien was op Down the Rabbit Hole. Dat is al bijna twee jaar geleden. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En, en nu staat er volgens mij straks een hele andere Benny Sings met weer een heel nieuw album. Zeker, um, ik moet er natuurlijk wel weer een beetje inkomen, dus het is gewoon, uh, we, we, we beginnen eigenlijk waar we, waar we gestopt waren twee jaar geleden, um, ja, dus, 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 dus daar heb ik ook gewoon weer zin in, weet je wel, om een beetje routine erin te krijgen en dat dat, dat, dat ook weer lekker voelt en zo, dus het, het is taai, moet ik zeggen, gewoon voor een lege zaal, uh, terwijl je al een jaar niet hebt gespeeld, zeg maar, weet je wel? Dus, uh, ja. Goed, maar goed, het, het, het is desalniettemin binnen, vond ik het heerlijk hoor, om weer eventjes op het podium te staan. Dus, uh, Want waar heb je je set opgenomen voor Jurgen Sonic? Uh, in de. Uh, nu ben ik de naam kwijt, maar een, een zaal in Groningen. Dus. Um, nee, ik weet het niet meer. Uh, een een, een vrouwennaam: De De Vera. Uh, ja, precies. Nou, dat is toch ja. wel mooi inderdaad, dat al die zalen... kijk, en Normaal gesproken is iedereen in Groningen, maar nu door heel Europa... worden de zalen wel gebruikt voor optredens voor Your Sonic. Dus die, die zalen ja. hebben daar ook al iets aan, denk ik. Ja, ja, ik weet niet hoeveel ze betaald krijgen voor een uh, zaal met tien, uh, tien te technische ja, mensen. Is ook nog, het is eigenlijk, eigenlijk is het nog steeds kut, waar we in zitten. Nee, het is, het is allemaal kut, maar ja. uh, het, is ook, ja, het is nog steeds leuk. Or, ja, ook. ja we, we kunnen in ieder geval... Dat kunnen we ja. gelukkig, uh, gelukkig gewoon digitaal, uh, is dat even fijn. Ja, dat is wel waar. Als we dit allemaal in de, in de 90's hadden gehad, dan, dan, dan hadden we geen nieuwe muziek gehoord via Spotify of welke nee. streaming service dan ook. Dus dat is wel het voordeel nee. aan dit jaar. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Als ik uh, een van de drie tracks moest gaan draaien nu op de radio die je vorig jaar hebt uitgebracht, Sunny Afternoon Music of die met Mac De Marco, welke zou je zelf willen draaien nu? Uh, ja, wel met Mac De Marco denk ik, ja. Te gek, ga dat is... ik dat doen? Yes. Ik hoop je snel weer ergens op een podium te zien. En uh, ja, dat gaat zeker goed komen. En, en later dit jaar nieuwe muziek. Dus ik kan niet wachten, man. Yes.